Welkom bij de belegger-update van dinsdag 8 november. Eerst even een blik op de AEX, want die AEX die is weer boven de 300 punten uitgekomen vanmorgen. Om 10 over 11 staat de index 1,6% hoger op 304,5 punt. En wat de reden is voor die stijging is ons vooralsnog niet duidelijk. We hebben hier even over gesproken en even naar gezocht voor die reden. Het meest waarschijnlijk is toch dat beleggers ervan overtuigd zijn dat Berlusconi zal gaan aftreden. Een andere verklaring die je vaak hoort is natuurlijk dat er domweg geen verkopers meer in de markt zijn. En iets anders konden we niet bedenken, want een plus, terwijl de rente op het Italiaanse schuldpapier toch die 7% nadert. En dat was het niveau waarop landen als Portugal, Ierland en Griekenland hun toevlucht moesten zoeken tot het noodfonds. Nou ja, zo'n gigantisch hoge rente op Italiaans schuldpapier en de mogelijkheid dat Italië dus toevlucht gaat zoeken tot het noodfonds. En dat is natuurlijk absoluut geen reden om optimistisch te zijn. In Griekenland wordt ondertussen hard gewerkt aan het vormen van een regering van nationale eenheid. Dus de grootste partijen die gaan daar samenwerken om te proberen het land gezamenlijk door de komende zware periode van bezuinigingsmaatregelen heen te loodsen. Er wordt gezegd dat Papademos de nieuwe premier zal worden van die nieuwe regering, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Van Lanschot, vanmorgen kwamen die met een tussentijds handelsbericht, staat 7,3% lager. Dus kennelijk schoot dat handelsbericht beleggers nogal in het verkeerde keelgat. Kendrion blijft liggen na een tussentijds handelsrapport, de cijfers over het derde kwartaal. Het aandeel komt nauwelijks van zijn plaats. Grootste stijger binnen de AEX is ING op dit moment met een plus van ruim 4,5%. Gevolgd door TomTom met een plus van 3,5%. Naar Amerikaanse macrocijfers hoeven we vanmiddag eigenlijk niet te kijken. Er komt wel wat uit, maar cijfers van echt van belang die komen pas weer morgen. Want woensdag, morgen dus, wordt er weer een cijfer bekendgemaakt. Het wekelijkse rapport over de Amerikaanse olievoorraden van het energieagentschap EIA. En dat komt pas om 4:30 morgen. Ook leuk, morgenochtend om 9 uur slaat belegger.nl op beursplein 5 op de gong om de handel te openen. En dat wordt meestal uitgezonden op RTL Z. Dus als u het leuk vindt, kunt u daar ook nog naar kijken. Dit was Belegger Update van dinsdag 8 november. Ik wens u een prettige handelsdag en heel graag tot morgen.